wel een belangrijke rol spelen. Voor Oekraïne, hoe groot is die rol? Ja, niet onbelangrijk. De West heeft natuurlijk veel meer moderne sensoren en satellieten en allerlei andere middelen om informatie te vergaren. Dat zijn technologische middelen. Wat Oekraïne heeft, is natuurlijk 40 miljoen mensen die overal met cameraatjes rondkijken. Dat is heel veel oogjes. En die zien precies wat er gebeurt. Wat Oekraïne ook heeft, is dat ze de Russen heel goed begrijpen. Dat is een broedervolk. Ja. Dus ze weten precies hoe Russen denken. Uh, en dat heeft het Westen weer minder. Dus die twee zijn heel complementair Rusland. aan elkaar. Ja. Uh, dus de, de high-tech informatie uit de westerse systemen... en vooral ook uh, meer de, de menselijke informatie uit de Oekraïne ja. zelf... Ja. maakt ze heel krachtig. En wat ze ook krachtig maakt... is dat ze gewoon met hele kleine flexibele eenheden werken. Dus ze kunnen heel snel acteren. En dat vind ik wel een verschil met Rusland... Die uh, anders met inlichtingen omgaan. De laatste jaren hebben we een soort omslag gemaakt van dat we veel meer informatie gestuurd opereren. Dus inlichtingen wordt echt, staat voorop. Je probeert je informatie te verzamelen en dan de, de tegenstander een slag voor te ja. zijn. Maar dan moet je wel snel acteren. En dat vereist dat je je informatievoorziening koppelt aan je besluitvorming, en dat koppelt aan de eenheid die het moet gaan uitvoeren, op een vrij laag niveau. En daar is Rusland niet op ingesteld. Dus wat bij Rusland het, heeft daar meer tijd voor nodig. Wat is hun